In september 2016 hebben een aantal zeer prominente wetenschappers de aanstaanjagende voorspelling gedaan dat tegen 2050 evenveel mensen zullen sterven aan superbacteriën als aan kanker. Door ons ongebreideld gebruik van antibiotica hebben een aantal bacteriën verdedigingsmechanismen ontwikkeld tegen deze geneesmiddelen en zijn ze geëvolueerd tot superbacteriën. En waar worden nu de meeste antibiotica gebruikt? In ziekenhuizen. Vandaar de naam de ziekenhuisbacterie en in dit geval Pseudomonas aeruginosa. Deze bacterie treft vooral mensen met de Thaï-slijmziekte, beter gekend als mucoviscidose. Maar ook mensen met een verzwakt immuunsysteem, zoals AIDS-patiënten, zijn zeer vatbaar. Meer nog, mensen met zware brandwonden sterven vaker aan deze bacterie dan aan de brandwonden zelf. Simpelweg omdat deze bacterie resistent is tegen alle antibiotica die we vandaag de dag in ons arsenaal hebben. Daarom ben ik in mijn thesis op zoek gegaan naar een alternatieve en efficiënte manier om deze ziekenhuisbacterie te bestrijden. Zo heb ik aangeklopt bij de natuurlijke vijand van deze bacterie, een klein virusje, beter gekend als bacteriofaag of bacterieëter. Maar virussen zijn toch ook gevaarlijk voor ons, hoor ik u al denken. Dat is inderdaad vaak zo. Maar deze virussen zijn enkel in staat om bacteriën te infecteren en zijn daarom volledig onschadelijk voor de mens. Meer nog, deze virussen hebben gedurende miljoenen jaren van evolutie hun aanvalstrategieën geperfectioneerd. Daarom heb ik onderzocht hoe we van dit virus kunnen leren om de ziekenhuisbacteriën in de letterlijke zin van het woord te hacken. Zo blijkt dat dit virus een klein eiwit produceert dat in staat is om het controlecentrum van de ziekenhuisbacterie uit te schakelen. Zo blijkt uit structurele data bijvoorbeeld dat dit eiwitje zichzelf kan camoufleren via een helixstructuur om zo het controlecentrum te misleiden en de bacterie te vernietigen. Via heel wat experimenten in het labo en een aantal zeer zware wiskundige computerprogramma's heb ik deze virale strategie tot op subnanometer resolutie ontrafeld. Door dit viraal mechanisme te reproduceren, kunnen we nu volledig nieuwe small molecule antibiotica ontwikkelen. Door deze merkwaardige virale strategie in kaart te brengen, hoop ik nieuwe deuren geopend te hebben in onze strijd tegen deze uiterst gevaarlijke superbacterie.